Hallo allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over UFC 306, UFC Noche. Heel veel haat geweest op deze kaart, maar ik denk dat de haters hun mond is gesnoerd, want dit was echt een supergoed evenement. De eerste partij van Raul Rosas Jr. niet zo interessant. De laatste twee partijen vielen ook best wel tegen, maar ertussen waren er zoveel bangers dat het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt. Ik wil gelijk beginnen met de tweede partij van de avond. Zoals ik al zei, Rosas Jr. gewonnen, maar niks echt om over naar huis te schrijven. Maar Joshua Van versus Edgar Chayres, wat een partij. Joshua Van nog 2 maanden geleden knock-out geslagen tegen Johnson. Een hele goede tegenstander. Maar 4 weken voordat hij is gevraagd, zat hij gewoon shotjes te nemen. Zat hij gewoon, was hij aan het chillen in een bar. Is hij gebeld van, hey, wil jij UFC Noche redden tegen Edgar Chayres? Want Edgar had eigenlijk een andere tegenstander. Joshua Van die zegt natuurlijk gewoon, ja, dat gaan we doen. Heeft de partij aangenomen. 2 maanden geleden, zoals ik al zei, KO gegaan. En dat is natuurlijk super slecht voor je om dan gelijk terug te komen. Maar goed, die jongen is 22. Hij is nog jong. Hij heeft een beetje scheid. Is naar het evenement gegaan. Heeft gewonnen. Eerste ronde was heel lastig. Heel lastig. De jab, de calf kicks van Edgar Chayres waren super effectief. Maar Joshua Van die begint altijd wat later. In de eerste ronde laat hij het altijd een beetje afweten. En maakt hij de reads. En dan in de tweede, derde ronde komt hij echt terug. Dat heeft hij ook in deze partij gedaan. Joshua Van ging heel sterk naar het lichaam. Doet hij altijd. Maar Chayres had er echt heel veel last van. Had hem bijna eruit gekregen. Maar Chayres, ja, dat is gewoon een dog. Dat is gewoon een Mexicaan. En dan weet je, die chin, dat hart. Ze gaan echt niet zomaar opgeven. Komt met een spinning backfist. Maakt het bijna af in de tweede ronde. Guillotine ook nog, maar goed, Joshua Van is er allemaal uitgekomen. Tweede ronde ook gewonnen door heel veel bodyshots, heel veel stoten, opstoten, alles. Hij heeft Chayres eigenlijk iedere andere flyweight, bijna iedere andere flyweight was eruit. Maar Chayres, dat is een Mexicaan op UFC Noche, die gaan ze er echt niet zomaar uit. Dus heeft hij echt zijn hart laten zien. Derde ronde was ook weer leuk. Met Joshua Van had hij ook weer duidelijk gewonnen. Was een hele goede partij. Daarna, in volgens mij dezelfde divisie, ook op flyweight, maar dan women's flyweight. Sosa tegen Yaregi. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar Yaregi was een super groot favoriet. Min 500, dat is 1.20 ongeveer. Dat is een super groot favoriet. Dan verwacht eigenlijk iedereen dat je gaat winnen. Ik wist persoonlijk wel dat die kind van Jerik weer een beetje sas was. Want ze is ook al een keer in 20 seconden knock-out geslagen. Maar ja, ze dachten Sosa, wie is dat nou? Maar goed, ze had het echt gebracht. Ze was de partij eigenlijk aan het verliezen. Komt met een hele mooie combo. Ik dacht dat het een linkerhoek was die hij heeft laten zitten. Een hele goede knockdown. En dan gelijk springt ze op de rug. Choke erin. Yaregi, dat is natuurlijk een Mexicaanse vrouw, UFC Noche, die gaat niet tappen. Dus helaas is ze gaan slapen. Een goede 15, 20, 25 seconden, misschien zelfs 30 seconden was ze nog aan het slapen. En je hoorde Joe Rogan eigenlijk nog een beetje zeggen van, oh, ziet er niet goed uit. Maar goed, het gaat volgens mij goed met haar, dus dat is altijd goed om te horen. Maar zelfs de vrouwenpartijen, die brengen het gewoon bij UFC Noche. En dat heb je hier ook gewoon laten zien. Ach, ik... Over de vrouwenpartijen gesproken. Ik ga hier geen foto van laten zien, want dan word ik gelijk geband. Maar Aldana, jongens, dat was niet normaal. De kat ging... Ik wil het niet eens op mezelf laten zien, maar ik denk dat het 15 tot 20 centimeter lang was. Super diep. Je moet het maar even opzoeken op Instagram. Ik denk dat de meeste Instagram posts daar ook mee zijn verwijderd. Want dat was echt niet normaal. Super diep, super lang. Neus. Het ging van voorhoofd naar neus. Dat was echt niet normaal. Ook een leuke partij voor de rest. Dumont heeft echt een goede striking laten zien tegen Aldana. Heeft met een headbutt was eigenlijk geopend. Maar daarna met die jab, met een paar ellebogen volgens mij ook, heeft ze echt veel schade aangericht bij Aldana. Aldana die is natuurlijk een goede bokser. Dus dat was best wel verbazingwekkend hoe goed Dumont eruit zag. Maar goed. Leuke partij. Ik wil doorgaan naar... Even kijken hoor, ja, Ronaldo Rodriguez tegen Odell Osborne. We hadden natuurlijk al gezien bij de persconferentie dat dit een goede partij zou zijn. Ronaldo die is een beetje, ik wil niet zeggen gek, maar op een goede manier om het zo maar te zeggen. Goede striker, goede grappler. Odell Osborne die kwam super sterk naar voren. De eerste minuut heeft hij hem eigenlijk knock-out geslagen. Tonioni die wilde het eigenlijk ook stoppen, maar...
Hij zag dat Ronaldo toch even bewoog op een goede moment. Ging daarna gelijk in een triangle. Ik weet niet hoe hij niet is gaan slapen, maar ja, hij is eruit gekomen. Heeft de partij uiteindelijk gewonnen. Hoe beide jongens niet zijn gefinished, ik heb geen idee, maar het was echt een super partij. In de derde ronde was het ook nog een hele leuke partij. Ook al waren beide heren moe. Toppartij. Heel veel mensen haten op Odell Osborne dat hij op de maincard zat. Maar ik denk dat als je deze partij kijkt, dat je er niet echt veel over wil gaan zeggen. Nog een partij die ik bijna ben vergeten. Manuel Torres tegen Bahamondes. Dat was een hele zieke knockout. Torres was de favoriet, maar is twee keer op dezelfde manier knockdown gaan. De eerste ronde. Bahamondes heeft laten zien dat hij echt op een ander niveau was. Heel mooi gedaan. Makkelijk de wedstrijd afgesloten in de eerste ronde. En dan wil ik doorgaan naar de fight of the night. Ik denk niet eens naar mijn mening, maar naar iedereen zijn mening. Daniel Zellhuber tegen Esteban Ribovic. Wat een partij. Eerste twee rondes gingen ze gewoon hard aan toe. Close, competitief. Kon beide kanten op gaan. Kon 2-0 zijn voor beide heren. Zo competitief was het. En dan in de derde ronde slaat Zellhuber hem een knockdown in de eerste minuut van de derde ronde met de elleboog. En dan denk je, oh, hij heeft deze ronde gewonnen. Weet je wat er ook gebeurt? Hij heeft deze ronde gewonnen, want hij heeft veel schade aangericht. Knockdown. Maar nee, deze Ribovic komt terug, rechter overeind. Zellhuber, ik weet niet hoe die man niet is gaan slapen. Geen idee. Die man beweegt zo, nog zo Canelo, alsof er niks aan de hand is. Gaan ze door. Geen één keer de clinch opgezocht. Hij dacht niet van, oh, laat me even safe spelen. Even de clinch. Nee, joh, deze Mexicanen zijn anders. Zijn gek in hun hoofd. Dit was ziek. Dit was echt een goede partij. De derde ronde was niet normaal. Ik wil daar niet eens echt woorden aan kwijt. Het was gewoon niet normaal. Laatste twee minuten gingen ze gewoon door alsof er niks aan de hand was. Zellhuber, ik heb niet het gevoel, het idee dat hij er helemaal bij zat. Want echt twee seconden na de bel zat hij nog steeds te swingen. Want ik denk dat hij het gewoon niet door had. Ik denk dat hij er gewoon niet helemaal bij was. Ribovic heeft de partij uiteindelijk gewonnen. Ik begrijp het. De derde ronde was sowieso voor hem. De eerste twee waren heel competitief. Dus dan begrijp ik dat je de split decision aan Ribovic geeft. Ik persoonlijk had het gescoord van Zellhuber. Maar goed, ik ben niet boos om deze beslissing. Even kijken. Ja. Ja, daar had je Diego Lopez natuurlijk. Diego Lopez tegen Brian Ortega. Een hele goede partij neergezet. Ik weet niet hoe Ortega niet knock-out is gaan. Alweer. Goede overhand van Diego Lopez op de jab van Ortega. Dan met de linkerhoek heeft hij volgens mij wakker gemaakt. Ik weet vrij zeker dat dat was. Eigenlijk heeft hij met de overhand bijna keel geslagen. En dan komt hij met de linker om hem een beetje wakker te schudden. Dat gebeurt wel eens. En dat is hier dan ook gebeurd. Ging gelijk de ground game uitproberen. Hij wilde laten zien dat hij op hetzelfde niveau was. Of misschien zelfs beter was dan Brian Ortega. Want iedereen weet Brian Ortega niet normaal in de jiu-jitsu. En hij wilde zich een beetje bewijzen, leek het. Waardoor hij niet de finish heeft kunnen pakken. Hij heeft voor de rest wel gewoon alle drie rondes gewonnen. 30-27. Eén judge gaf het zelfs 30-26. Wat ik ook begrijp. Want in de eerste ronde was best een zware knockdown. En voor de rest heeft hij het ook gewoon duidelijk gewonnen. Ik ben heel benieuwd wat de volgende stap zou zijn voor hem. Ik denk dat de winnaar van Yevloev tegen Aljamain Sterling tegen hem moet voor de number one contender. Ik denk dat dat een logische volgende stap zou zijn. Super partij was het uiteindelijk. Ortega ook gewoon hart van de leeuw kwam terug. De calf kicks van Diego Lopez waren ook echt niet normaal. Dus dat wilde ik ook even benoemen. En dan gaan we door naar de co-main en main event. Ja. Dane White zei iets super grappigs en ik dacht, ja, hier heeft hij eigenlijk helemaal gelijk in. Dane White zei, als er nieuwe fans waren die aan het kijken waren, dan hoop ik dat ze stopten voor de co-main event, want dan heb ik nieuwe fans erbij. Maar, ja, co-main event en main event waren gewoon niet zo best. Drink je nou cola uit de maatbeker? Nee. Ik drink cola zero uit de maatbeker. Geen comments over. Maar goed, Valentina Shevchenko tegen Alexa Grasso. Geen beste partij, laten we heel eerlijk zijn. Valentina heeft het wel gewoon duidelijk gedomineerd. 50-45, ja. Wat heb je voor de rest op te zeggen? Hij heeft gewoon geworsteld. Alexa Grasso leek er gewoon niet helemaal bij te zijn. En Valentina heeft daar gewoon gebruik van gemaakt. Duidelijk gewonnen, maar geen al te beste partij. En dan heb je natuurlijk de volgende partij. Dat is Marab tegen Sean O'Malley. Dus ik kwam eigenlijk een beetje hetzelfde voor.
paar judges, twee van de drie judges gaven 48, 47. Begrijp ik. Ik begrijp het. Derde ronde vond ik voor Sean O'Malley maar heel close. En dan de vijfde ronde had hij Marab best wel last van zijn buik met die paar afhouders. En ik vraag me af wat er met Sean O'Malley was dat hij dat überhaupt niet heel tijd deed. Ik begrijp dat je bang bent voor de takedown. Dat begrijp ik. Maar die afhouders, dat is lastig om er wat mee te doen. En hij had ze gewoon vaker moeten gebruiken, beter moeten gebruiken. Een flat performance noem je dat, dat hij gewoon... Het leek er niet echt voor hem in te zetten. En dan nog heeft hij best wel wat succes gehad tegen Marab. Maar goed, Marab heeft gewoon duidelijk laten zien dat hij de betere vechter was. Betere worstelaar was. Ik had meer verwacht van O'Malley. Ik had eigenlijk ook verwacht dat O'Malley zou winnen. Maar goed, ik ben niet per se boos dat Marab heeft gewonnen. Ik weet dat heel veel mensen dat wel zijn, maar... Goed, naar mijn mening heeft hij het verdiend. Wat hij heeft gedaan met Piotr Jan, wat hij heeft gedaan met Cejudo, wat hij nu heeft gedaan met Sean O'Malley, kom op. Dan moet je hem gewoon die titel geven. En je zag de emotie bij deze man. Ik vind dat gewoon mooi om te zien. Hij kon gewoon niet geloven dat hij eindelijk de kampioen was. Begon 0-2 bij de UFC. Frankie Steens heeft hij van verloren en Ricky Simone heeft hij van verloren. En sindsdien 11 partijen achter elkaar gewonnen. Gedomineerd, alle 11 gedomineerd. Was niet echt een partij dat je denkt van, oh, deze was kielen. Eigenlijk helemaal niet. En vooral wat hij met Piotr Jan heeft gedaan, maakt me een beetje depressief. Maar goed, ja, deze jongen is gewoon echt op een ander niveau op dit moment. Hij heeft natuurlijk de zwarte papaga. En what's next voor deze jongeman? Dat is natuurlijk Umar Nurmagomedov. Zoals Khabib zei, Black Papaga versus White Papaga. Ik ben echt heel benieuwd naar hoe deze partij zal uitspelen. Maar ja, ik denk dat Umar gewoon een hele slechte matchup is voor Marab. Ik denk dat Marab niet de striking heeft van Umar, niet de trappen heeft van Umar. Hij wil de volume, dat zou een probleem kunnen zijn. Maar je hebt gewoon gezien dat Umar over 5 rondes helemaal niet moe wordt. Cardio zag er goed uit voor Umar tegen Sandhagen. Worstelen zag er goed uit, controle zag er goed uit tegen Sandhagen, die wel echt op een goed niveau was in het worstelen. Ik denk dat hij een betere verdedigende worstelaar is dan Sean O'Malley en hij heeft toch niet veel kunnen doen om de takedowns te kunnen verdedigen. Hij kwam er vaak wel uit, maar toch had hij wel moeite mee, vooral de vierde en vijfde rondes. Omar heeft laten zien dat hij super goede controle heeft, hele goede trappen heeft, goed kan boksen ook. En ik denk dat hij gewoon de takedowns van Marab vrij makkelijk gaat kunnen verdedigen. En zo niet, dan gaat hij makkelijk op kunnen staan en dan zelf voor de takedowns gaan. Ik denk dat dat echt een probleem gaat zijn voor Marab. De volume, dat is een ding waar ik een beetje mee zit. Misschien dat Marab moet gaan strijken tegen Umar. Moet gaan proberen te boksen tegen Umar. En zo overwhelmen. Niet per se technisch beter zijn, maar gewoon meer volume hebben van deze... Maar we weten, die cardio's oneindigend. Dus ik denk dat dat een manier zou kunnen zijn voor Marab om te winnen. Maar dan nog denk ik dat Umar gewoon op dit moment te goed is. En wat een volgende stap zou zijn voor Sean O'Malley. Ik denk dat dit een hele mooie partij zou zijn tegen Corey Sandhagen. Twee hele lange strikers. Ze gaan proberen te staan tegen elkaar. Goede trappen, goede stoten. Als ik een voorspelling voor die partij zou moeten geven. Als het staan blijft, dan denk ik dat Sean O'Malley wel echt op een ander niveau is. Maar als Corey Sandhagen een beetje slim is, dan gaat hij misschien ook proberen om wat takedowns te pakken. Dan zou hij het wel mee kunnen winnen, maar ik denk dat Sean O'Malley op dat punt gewoon een betere striker is en zo beter en zo de partij gewoon gaat winnen. En ik denk dat ik alles een beetje heb besproken. De volgende partij voor Valentina Shevchenko zou Manon Fiorosa natuurlijk, die kwam als vervanger voor de zekerheid, heeft ook het gewicht gehaald. Dus ik denk dat het alleen maar eerlijk is om haar dan de title shot te geven. Zal ook een hele mooie partij zijn. Maar goed, ik denk dat ik alles heb besproken. Het was een super evenement. De laatste twee partijen vielen een beetje tegen. Maar als ik het een cijfer moest geven, geef ik het toch echt een 8,5 van die 7 partijen tussendoor. Waren zo, zo goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie meer van dit soort content willen zien, hoor ik het graag van jullie. En ik zie jullie in de volgende video.